Hallo. Ja, hallo. Vertel eens, wat zijn we aan het doen, Jan? Wij gaan vandaag een rondje Attersee doen. En nou, een beetje afhankelijk van hoe het eruit ziet, gaan we of helemaal rondfietsen, of we pakken de boot, of nou ja, we zien het wel. De Attersee dus? Ja, de Attersee. Een van de grootste binnenwateren van Oostenrijk. En omdat het zo groot is, kan er hier veel watersport gepleegd worden. Dus zeilen, surfen. Nou, je ziet heel veel strandjes met mensen die lekker liggen te zonnen. Dus misschien ook wel een beetje druk, maar dat gaan we wel ontdekken. Een van jouw fans, Scott? Een van mijn fans? Een van mijn voorbeelden. Oké. Dit is Gustav Klimt en die heeft verschrikkelijk mooie schilderijen gemaakt met goud erbij. En, een van zijn beroemdste schilderijen is De Kus en daar heb ik een t-shirt van. Maar in Wenen heb ik daar zijn schilderijen gezien. Dus het is ook een heel mooi beeld. Thank you.
Nou, wij wilden met de boot gaan. En die boot die gaat gewoon niet. Die gaat gewoon niet. Eén keer in de twee uur. En dan gaat die kant op. En wij moeten die kant op. Ja, dat werkt dus niet. Dat wordt gewoon 50 kilometer fietsen. Ja. Zit niks anders op. Oké, lekker warm. Nou, er staat wel een aardig windje. Oké, Kent. Het is de laatste rustplek hier. Hoe was het? Het was leuk. Het was warm. Het was goed te doen. Het was 52 kilometer. Geen 48, maar 52. We konden de boot niet nemen, want we moesten twee uur op wachten. Dus uiteindelijk hebben we gewoon het hele rondje afgemaakt.